Mulder Agro. Voor de mensen die hier vanmiddag niet waren, we hebben deze zaal zojuist omgetoverd van een mini-beurs tot deze, nou ja, wat zullen we noemen, restaurant. Hebben we ook nog gehad. Heerlijk genoten van een buffet. En nu zitten we hier met z'n allen met smacht te wachten wat de mensen voor vanavond voor ons in petto hebben. Een aantal dingen die zijn heel actueel. En ik denk dat een aantal mensen die hier in de zaal zitten ook met smacht zitten te wachten op bepaalde uitspraken van wat er vandaag al besproken is. Ik moet zeggen, ik heb de telefoon vandaag niet zo heel veel uit mijn broekzak gehad, maar ik zag wel dat er heel veel appjes binnengekomen over alles wat er besproken wordt in Den Haag. Maar dat krijgt straks vast nog aandacht. Maar goed, mooi dat jullie hier zijn. Ik wil kort even een paar dingen vertellen, niet te lang. Maar ja, het thema regeneratief boeren, landbouw heeft toekomst. Al een aantal jaren terug hebben we hier een open dag georganiseerd en die hadden toen de bodembeleefdagen. Ja, de focus lag toen wel veel op bodem. Maar we hebben nu gezegd, we noemen het de boerenbeleefdag. En dan niet met de verwachting dat het, nou ja, een boerenbeleefmoment is van hoe wordt er geboerd of wat speelt er, maar meer van, ja, we wilden graag de sector in de kracht zetten, om het zo maar te zeggen. En wij geloven ook als bedrijf, en ik denk ook als sector, dat we erachter staan, dat we een prachtig mooie, uiteindelijk, we hebben een heel mooie sector in Nederland, een heel mooie sector in Noord-Nederland. En we produceren mooie producten, we beheren het landschap. Nou, wat ons betreft is dat nu een heel mooie taak voor sport, maar ook zeker voor de toekomst hebben we daar een heel mooie uitdaging aan. En daar moeten we nu werk van maken en daar moeten we ons nu ook van ons laten horen. En wij als bedrijf dragen er graag een steentje aan bij. Nou, dat doen we dan hier ook op zo'n dag. Maar ik denk dat voor iedereen individueel er ook een stukje verantwoordelijkheid ligt. Maar goed, de definitie regeneratief, sommige mensen hebben er misschien nooit van gehoord. Uiteindelijk, wij denken dat dat een term is die wel een beetje de lading dekt. We doen heel veel dingen goed. Een aantal dingen moeten misschien een beetje anders. Ik heb hier een definitie neergezet. En voor de mensen die snel mee kunnen lezen. Regeneratieve landbouw is een overkoepelende term voor landbouwmethodes die met de natuur in plaats van er tegen werkt. De focus ligt erbij op het voorkomen van ontbossing, het verbeteren van grond, het vergroten van biodiversiteit en het verbeteren van watercycli en het versterken van de vitaliteit van het gebied. Nou, dat liggen allemaal verschillende disciplines in eigenlijk. Er zitten een aantal dingen in waar we denk ik als veehouders, akkerbouwers heel concreet mee aan de slag kunnen. En dat is ook een uitdaging. En zoals gezegd, als bedrijf proberen we daar een stukje in bij te dragen. Nou, vanavond hebben we het programma met twee hoofdsprekers. We wouden dan weer beginnen met Jan-Kees Vogelaar. Ik denk dat voor jullie een aantal zeker bekend. Ik heb begrepen dat we hebben deze week de stakingen gehad. Maar ik geloof ook dat er stakingen in het verleden zijn geweest waar de heer Vogelaar ook meer ervaring mee heeft. Nou, we zijn heel benieuwd denk ik hoe hij deze week ervaren heeft en uiteindelijk ook weer ja, hoe hij de link ziet naar het thema wat we hier behandelen. Korte pauze, en ik benadruk korte pauze, want we willen graag de tijd goed benutten voor de sprekers die we hebben. Dus we proberen even in 10 minuutjes even een bakje koffie te pakken en we terug naar de stoel en dan meteen door met de heer Buisman, Kees Buisman van Wetsers. Ik weet niet of die hier al aanwezig is, maar het spannende reden omdat die bij de stad aanwezig is, zou kunnen zijn. Maar ik heb hem niet gezien, maar dan schuift hij zo aan. Dan sluiten we af en dan gaan we door met de borrel en een stukje live muziek. Jullie hebben misschien al een paar tonen gehoord en gezien, maar ook een stukje gezelligheid willen we vanavond wel even de kans geven. Maar voor de mensen die niet eens weten waar ze hier precies zijn, ik heb mijn eigen naam ook niet gezegd. Mijn naam is Joost Mulder en actief bij het familiebedrijf Mulder Agro. En ik wil kort even een paar dingetjes laten zien wat we hier zoal in Kolmerswaag doen. Jullie zien even de fotootjes, dat is een beetje een overzicht. Maar hier overdag zitten we in de veevoeding, we zitten in de bemesting. We doen lezingen, cursussen organiseren. Af en toe duiken we letterlijk en figuurlijk de grond in. En
Nou goed, bemesting. Nou, dan spreken we over meststoffen, kunstmest. Mildorago, verkopen jullie nog steeds kunstmest? Ja, dat doen we nog steeds. Advies en ook cursussen. Saaizaden en wat verhuur van machines. Machines die een beetje op die tak van sport toegespitst zijn. Ontwikkelingen. Nou, een van die ontwikkelingen is de zaaimachine, de opticider. Misschien wel iets van gehoord. Maar goed, we kijken, we denken praktisch mee met de klanten. En af en toe ligt er een vraagstuk waarvan we denken, misschien moeten we daar een beetje meedenken. En in dit geval hebben we daarvoor een zaaimachine mede ontwikkeld. Voor de verhuur. Nou, is een nieuwe ontwikkeling. Er komt heel veel aandacht op af. We denken dat het een van de mogelijkheden is om wat meer diversiteit in het veld te krijgen. Is vandaag overdag meer aandacht aan besteed. Insluurven.nl. Ja, we zien kortere lijnen ontstaan, onder andere tussen veehouderij en akkerbouw. En daarbij kun je ook denken aan bijvoorbeeld het bewerken en verwerken van granen, onder andere. Nou goed, er komt een stukje opslag ook aan bod. En we hebben nu sinds kort twee machines beschikbaar die die materialen kunnen verwerken en bewerken. Andere ontwikkeling die aandacht vraagt. In het algemeen denken we dat koolstof een hele grote rol gaat spelen in de land- en tuinbouw. Er zijn heel veel bronnen van koolstof. Nou goed, ik denk dat we kans hebben om die als landbouw te benutten. Nou, daar kunnen we als Mildorago in meedenken en mee organiseren. Uitdagingen voor ons, maar ik denk ook voor de sector, maar toch even aanstippen. De uitdagingen waar wij voor staan, kringlopen sluiten, in de brede zin van het woord, publieke opinie. Dus ja, goed, we hebben natuurlijk een hele sterke bepaalde berichtgeving in Nederland. Nou, we hebben van de week denk ik wel gezien dat we daar als sector eigenlijk helemaal niet zo verkeerd uitkomen. Dat we heel sterk staan als sector. Maar er zijn een aantal mensen die weten toch altijd heel handig bepaalde boodschappen uit te brengen. Nou goed, we moeten zien dat we de waarheid op tafel krijgen. Waar wij als bedrijf daar een steentje bij kunnen dragen, doen we dat. Maar ook denk ik voor iedereen die hier zit. Ja, we moeten zorgen dat we de boodschap bij de juiste mensen krijgen. En het goede verhaal vertellen. Energie en trots in stand houden. Nou, de leeftijd die hier zit, ik durf niet exact te schatten, maar gemengd. Uiteindelijk is het zaak dat we de sector doorzetten en dat we daar ook een mooie toekomst in hebben. Dan zien we natuurlijk wel dat de energie en de trots die we hebben, die moeten we erin houden. En dat geldt ook voor de jonge mensen. We hebben prachtig mooie kansen en die spirit die moeten we erin houden, om het zo maar te zeggen. En dat kun je denk ik alleen maar doen door te vertellen en te laten zien wat we zoal kunnen, waar we goed in zijn. En dan denk ik dat het boerenbedrijf heel veel functies heeft, ook in deze tijd en de komende generaties. Dus daar gaan we graag mee verder. Dit even tot zover om te vertellen waar we hier zijn. En ik hoop dat we vanavond een mooie, inspirerende avond kunnen beleven. En puur praktisch gezien even een paar dingen. We hebben hier allereerst de telefoons even op zacht, of in ieder geval af uit. De wc's die zijn hier buiten, bij deze uitgang. Roken niet in de loods en ook niet op die kant van de loods, alleen op die kant van de loods. Voor de rest, we proberen ongeveer om 10 uur af te sluiten. En zoals ik al aangaf, dan vinden we het leuk als jullie ook even blijven. Voor een napraat en een borrel en een stukje muziek. En dan gaan we zien wat de avond ons brengt. Dan wil ik nu het woord geven aan de heer Vogelaar. Ja, Joost, wij hebben elkaar nu voor het eerst gezien. Ik had meestal contact met je vader. Dat heb je vaker met oude mannen. Hè. Die hebben vaak contact met elkaar. En het is toch leuk om te zien dat de jonge generatie binnen een onderneming het woord doet. En een goed verhaal neerzet. Dat sluit eigenlijk aan bij hetgeen wat we van de week gezien hebben. Van de week, dinsdag, zagen we een heleboel jonge boeren de trekker stappen. In het Malieveldrij in Den Haag. En die jonge boeren, en boerinnen overigens, ook heel veel boerinnen, hartstikke top, die hebben een statement gemaakt. Zo van, joh, politiek in Den Haag,
Je kan alle dagen zitten ouwe hoeren, maar we zijn er ook. En we laten onszelf zomaar niet het land uitjagen. En ik vond dat een bewonderenswaardig signaal. Ik vond het geweldig georganiseerd. Het maakt op mij een hele grote indruk, want je zei, ja, je hebt ook wel eens iets met acties te maken gehad. Nou, ik heb er 4 meegemaakt, 2 zelf mee georganiseerd en eentje ben ik bij ondersteboven gereden door een automobilist. Dus toen ben ik halverwege in Breukelen, zeg maar, als slachtoffer neergevallen. En daar loop ik nu nog kreupel van overigens, daar heb ik nog steeds naweeën van, geen ramp. Maar dat herinnert me wel alle dagen aan het gevecht wat boeren en boerinnen voor hun bestaan in Nederland moeten leveren. Niet alleen op de bedrijven, tussen je vee of in je gewas, maar gewoon ook in die randstedelijke politiek. En wat voor mij van de week helder werd, is dat er een enorme megashift is tussen de Randstad en het platteland wat er omheen en tussenin ligt. Een megashift in denken en beleven. En ja, die boeren en boerinnen hebben al hartstikke veel steun gehad. He, dus alle duimen die jongens en dames op trekker hadden, die ze kregen van de mensen die ze tegenkwamen onderweg. He, mijn eigen zoon reed ook mee. Die kwamen allemaal hartstikke enthousiast terug. En dat is heel mooi om dat te zien en ervaren. Maar al die Nederlanders die zo enthousiast waren en in Pools allemaal hun bewondering van boeren uitspraken. Die zitten niet op die vierkante kilometer die wij het Binnenhof noemen. Waar vandaag uitermate ingrijpende besluiten zijn genomen over de veehouderij, de intensieve veehouderij en ook de melkveehouderij. En het klinkt heel lullig wat ik nu ga zeggen, maar in feite komt het erop neer dat de komende jaren melkveehouderijbedrijven in de omgeving van een Natura 2000 gebied, die gaan gewoon op slot. De bedrijven die het meest effect hebben op een Natura 2000 gebied, die gaan zogenaamd warm gesaneerd worden. Nou, als je op slot zit, dan weet je al, ik kan niet verder. En dan kun je zitten wachten tot ze met een aalmoes voorbij komen. Nou, en in Groningen weten ze hoe lang het duurt voor de overheid betaalt en hoe de overheid betaalt. Dus het perspectief voor die bedrijven is volgens mij niet bij het best. Dus ik ben geschrokken van de brief van de minister. Ik vind deze minister ook de meest waardeloze minister. Nog slechter dan Van Aartsen en Brinkhorst bij elkaar. En dat meen ik aan de grond van maart. Want er is vandaag een keus gemaakt om melkveehouderijbedrijven die in de omgeving zitten van een groot bouwproject of een groot infrastructureel werk of in de buurt van de F1 in Zandvoort, die mogen verkopen, die kunnen warm gesaneerd worden door middel van het opkoop van een projectontwikkelaar of een andere partij die interesse heeft om in die omgeving wat te ontwikkelen. Die stikstofruimte is nodig. Die fosfaatrechten van dat bedrijf wat zogenaamd extern gesaldeerd wordt, die worden ingeleverd bij de overheid. Dat betekent dat die fosfaatrechten niet op de markt komen voor andere melkveehouders om te ontwikkelen. Dat betekent dat de overblijvende melkveehouders in Nederland vanaf volgend jaar gewoon met een kostprijsverhoging te maken hebben als ze willen ontwikkelen. Nou, dat is een leuk feestje. Dat is een fantastisch feestje. Dat is een internationaal opererende melkveehouderij, want 80% van wat produceren gaat gewoon de grenzen over. Een internationaal opererende melkveehouderij, die moet concurreren in de internationale markt. Die wordt een nationaal beleid, even een kostprijsverhoging van, nou, zullen we zeggen, 15, 20, 30% aangejaagd in een paar jaar tijd. Mevrouw en ik, toen we hier naartoe reden, zeiden tegen elkaar, eigenlijk, mevrouw had veel meer buikpijn dat de koeien naar de buurman liepen als ik dat had. Moet ik eerlijk aan wezen, want onze koeien zijn letterlijk naar de buurman gegaan. En ons bedrijf ook. Maar nu hebben we zoiets van, ben ik blij dat we deze ellende niet mee hoeven te maken. Dat is erg, dat moet zeggen. Dat is verrekte erg, dat moet zeggen. Blij dat ik deze ellende niet mee hoef te maken. Ik vind het verschrikkelijk voor degene die het gaat treffen de komende tijd. Heel veel onzekerheid voor die bedrijven die in Natura 2000 gebieden zitten. Want de minister heeft al wat gezegd, alleen de uitwerking moet de komende maanden komen. Nou, die komt de komende maanden niet, maar dat gaat zeker een half jaar, een jaar duren. Want 29 mei wisten ze al dat de pas gevallen was. Dus ze had nu al lang iets klaar kunnen hebben. En ze heeft nu pas een brief waarmee ze een aantal denkrichtingen aangeeft, maar geen concreet beleid. Oh ja, ze hebben geld beschikbaar. Ik heb gekeken wat voor geld er beschikbaar is. Sanering varkenshouderij, ja, maar dat was er al. 100.000 of 100 miljoen voor de veenweidegebieden. Maar verrek, dat was er al, dat was klimaatgeld. Dus eigenlijk net nieuw geld is er niet. Het is gewoon, sokjes die al opgehangen waren, die hangen ze even op een ander plekje neer. En dat noemt men verantwoord beleid van een overheid.
voor mij is het een groot schandaal. Maar goed, zo kijk ik tegenaan. U mag gerust weten, ik heb afgelopen zaterdag mijn lidmaatschap van het CDA opgezegd na 34 jaar. En niet met heel veel plezier, maar met pijn in mijn hart. Goed, de onderwerpen die ik graag met jullie langs wil gaan, maar die hier van alles mee te maken hebben. Het Mesdagfonds, want ik ben actief met 2 clubs op dit moment, eigenlijk 3. Ik ben ook bestuurlid van voorzitter zelf van de sector uit paarden, maar daar hebben we het vanavond niet over. Het Mesdagfonds mag ik voorzitter van zijn. Een club die gevestigd is in Leeuwarden. Dat is jullie geld wat erin zit. Let wel, dat is melkveehouderijgeld wat erin zit. En daar doen we werk mee. En u mag beoordelen of we dat goed doen. Stichting Agrifex hebben we vorig jaar oktober opgezet met een paar mensen die zeiden: joh, we gaan hier in dit land een aantal dingen hartstikke scheef. Er worden een hoop dingen over boeren uitgestort. Verhalen over gewasbeschermingsmiddelen, verhalen over stikstof, verhalen over water. Hoeveel water het dan niet kost om een kilo vlees te produceren. Klimaatvoetprint, ook zoiets. En al die onzin, die wordt maar op het internet gezet of door serieuze instituten aan de overheid meegegeven en aan Kamerleden. Het zijn honderd leugens. Dus wij gaan die leugens rechtzetten. Nou, dat laatste dat is ondertussen zo ongeveer iets waar ik samen met nog 5-6 mensen 2-3 dagen in de week als goed bedoeld vrijwilliger mee bezig ben. Ik ga beginnen met het Mesdagfonds. En ik hoop dat hij het mag doen. Ja, oh, ik ga nu te hard, zie ik dan. Om te beginnen, wat is het Mesdagfonds? Het Mesdagfonds is eigenlijk niks anders dan een pot met geld. Die wordt beheerd door een bestuur van 3. Dat zijn te weten ondergetekende, maar voorzitter zijn. Lubbert van Delle, die is secretaris. En Jan Eggenkamp, die sommigen van jullie kennen hem misschien wel. Ik weet niet, Jan bijder ook nog niet. Of is hij er niet? Nee, hij is er niet vanavond. Maar Jan die boert in de omgeving van Oosterwolde. Het geld is ooit een keer bij elkaar gebracht van boetes die op verkeerde kwaliteit melk waren van melkveehouders. Dat geld is in een pot gedaan, dat is belegd. En ooit is een keer die pot uit elkaar getrokken, een stuk naar de zuivel toegegaan voor R&D-onderzoek. En LTO project, maar NLTO toen de tijd, die heeft ook een stuk van die pot gehad. Hij heeft dat geparkeerd, apart, en heeft gezegd van ja, maar met die pot geld moet onderzoek gedaan worden. En dat moet eigenlijk helemaal geen band hebben met welke organisatie ook. Dus er moet een bestuur boven zitten die dingen kunnen en mogen doen die wij misschien als LTO niet zouden kunnen doen, omdat we allerlei connecties hebben met overheden, et cetera. Dus disruptief onderzoek. Nou, dat doen we dan ook. Dus we zijn heel druk bezig met ammoniakemissiecijfers, al 3 jaar. En we hebben een enorme strijd geleverd met Wageningen UR. Die zei van, wij hebben onze ammoniakdata niet meer. Nou, toen op een gegeven moment deed er eentje zichzelf verpraten, ze waren er nog wel. En toen hebben ze met een dwangop van de rechter hebben we ze opgehaald. Het RIVM mochten we niet in de database kijken, want wij zeggen jullie doen trucjes toepassen, dat deugt niet. Jullie doen kunstmatig de stikstofemissie van boeren in Nederland ophogen. We hebben gisteren met RIVM na een jaar contact gehad, omdat we ook weer een brief van een advocaat hadden gestuurd. Van als we geen toegang krijgen, dan krijgen we volgende week een dagvaarding van de rechter. Nou, dat wilden ze ook niet. Dus we krijgen nu online toegang. Onze wetenschappers in Amerika zitten tot de database van het RIVM, omdat die rekensommen voor hun na te gaan. We weten al dat ze fout zitten in die rekensom, alleen we weten niet precies hoe ze de fout maken. Dat willen we graag in beeld brengen. Nou, mineralen, het oppervlaktewater, hebben een groot onderzoek gedaan samen met Wetenschap Friesland. Dat is ook bij NISCO een paar weken terug in Heerenveen gepresenteerd. Waar dus uit blijkt dat als je kijkt naar oppervlaktewater en mineralen, dat het bodemprofiel van de watergang veel bepalender is voor het mineralengehalte dan de bemesting op een perceel ernaast. Daarmee komen over natuurvriendelijke oevers er niet zo heel erg goed af, maar dat wisten jullie al lang natuurlijk. Organische stofvastlegging in de bodem, nou iets waar Theo al heel erg lang mee bezig is en ook heel veel over gezegd heeft en ook heel veel mee doet. Het grappige is, er komt over een week of 2 komt er een blad uit. Dat zal ik zo meteen op een pagina van laten zien. Dat is het VVVM-blad. Dat is het blad van alle milieuexperts in Nederland. Eigenlijk ook alle milieuambtenaren in Nederland. En iedereen die zichzelf belangrijk vindt op het gebied van milieu, leest dat blad. Als Mesdagfonds hebben we gewoon die hele editie gekocht. We zijn van mij vrienden. Dat ding gaat helemaal over vastleggen van CO2 in de bodem. En ook van hoe dat in andere landen, bijvoorbeeld boeren, daarvoor betaald krijgen. En wat je er allemaal kan. Het is een combinatie van onderzoek, praktijkverhalen van boeren en ook wat er in het buitenland gebeurt. En ja, op zich is dat een prachtig mooi stuk werk wat er te zien is. Komende onderzoeken, nou misschien iets voor Theo, zeoliet, waar we mee aan de gang gaan. Weidegang is fantastisch. Maar een koe die in september op de akker plast,
of het weiland plast, daar komt een urine brandvlek, noemden wij dat vroeger. Hè? Als je heel veel kunst verstrooit, krijg je urine brandvlekken. Tegenwoordig kennen we die niet meer. En zo'n urinevlek, daar zit zoveel stikstof per hectare, eigenlijk wel 400-500 kilogram zuivere stikstof. Die grasplant op die plek kan al die stikstof niet meer gebruiken. Dus heb je meer kans op uitspoeling. Nou, als je een zeoliet toepast, dan blijkt dat je die uitspoeling niet meer hebt. Dus nou, dat is misschien wel handel weer voor je. Dat zou op zich mooi zijn. Methaanemissievermindering doen we behoorlijk wat onderzoek naar, ook beluchten van mest. En ja, het grootste onderzoek wat het Mestdagfonds ooit gedaan heeft, gaat lopen in januari komend jaar. Dat is depositiemetingen, stikstofdepositiemetingen door de Universiteit van Amsterdam. En u zult zeggen, maar ja, we weten toch al hoe stikstof er overal valt? Nou, dat weten we niet. Wat we op dit moment doen in Nederland is, ze meten de luchtconcentraties van hoeveel stikstof er in de lucht zit, in buisjes die een maand lang in een boom hangen. En dat rekenen ze om naar depositie. Met dat beroemde rekenmodel waar ik het net over had, waar wij zeggen dat deugt niet. Maar echt meten doen ze niet. Dat rekenmodel is ook nooit gevalideerd met metingen. Dat is wel bijzonder. Een rekenmodel hebben wat niet gevalideerd is. Nou, wat wij gaan doen is, we gaan 3 jaar lang op 2 boerderijen, eentje in Noord-Nederland, eentje in het midden van Nederland, en in 30 natuurgebieden gaan we depositie meten. En we gaan ieder kwartaal gaan we rapporteren van wat is die depositie nu eigenlijk. We hebben al wat studies uit het buitenland daar op basis daarvan vergeleken, maar er is ook de afgelopen tijd in Nederland op een paar plekken al voor ons gemeten. Want voordat je een onderzoek gaat doen met een bedrag van 6 nullen wil je wel weten of je een beetje in de goede richting zit. Hè? Want ja, anders zou het ook een beetje sneu geld wezen. En wij hebben de indruk dat het voor de landbouw wel eens enorm mee zou kunnen vallen. Vooral de afstand die ammoniak aflegt ten opzichte van natuurgebieden. Dat is geen kilometers, dat is eerder honderden meters en dan houdt die op. Dat is hetgeen wat het Mestdagfonds op het ogenblik aan onderzoeken doet. Maar we hebben ook heel veel onderzoek gedaan op paratuberculose bijvoorbeeld. Nou, daar weten jullie ook van alles van. En bijvoorbeeld de parenaanpak in Nederland is voor een groot gedeelte gebaseerd op onderzoek van het Mestdagfonds. Dit is het blad van het vakblad voor milieuspecialisten. De koolstofvastlegging. En eigenlijk alles wat Theo met zijn bedrijf doet als het gaat om koolstofvastlegging. Maar ook boeren proberen te laten afkicken van kunstmeststrooien. Maar met graskruiden en klavers. En een minder eiwitrijk rantsoen. Ik zag dat je met ontsluiten van tarwe bezig bent. Ik zou zeggen, je bent gek als je het niet doet. Want er is geen mooie voer als ontsloten tarwe. En die krijgen slag melk onder die koeien waar je helemaal gek van wordt. Ik heb het vroeger zelf ook gevoerd, ik was er helemaal dol enthousiast van. Maar koolstofvastlegging, daar gaat dat hele stuk over. Zometeen gaan pak een beetje 1400-1500 milieuexperts in Nederland zien wat boeren eigenlijk kunnen op hun grond met CO2-vastlegging. En eigenlijk die hele CO2-footprint van die melkveehouderij kunnen wegnemen door koolstofvastlegging. En weet je wat het lullig is? Als je een boom opgroeit in Amerika en die flikker je in de snipper aan, je doet hem met een boot en je brengt hem naar de Rotterdamse haven toe, je doet hem in een kolencentrale gooien, het is bijstook, 5%, dan noemen ze dat groen stroom, dan mag dat ook gerekend worden als groene energie. Maar als jij als boer de koolstof in je bodem verhoogt en daarmee CO2 vastlegt, dan rekenen we dat niet. En dat noemen ze politiek. Oppervlaktewaterkwaliteit hebben we in 2016 als Mestdagfonds heel veel onderzoek naar gedaan, want er werd aan Brussel gerapporteerd die bovenste pizza. Namelijk 2/3 van de kwaliteit van het oppervlak, 2/3 van die mineralen op het oppervlaktewater afkomstig vanuit de landbouw, CQ-veehouderij, CQ, omdat de melkveehouderij de grootste grondgebruiker is, de melkveehouderij. Toen doken wij in die cijfers en wat bleek? Uit onderzoek van 2009... We zijn inmiddels 10 jaar verder en wij weten inmiddels dat het mestbeleid een paar keer is aangescherpt. Hè? Maar het onderzoek van 2009 bleek dat het nog geen 30% was. Hoe kwam het PBL, de club die wel vaker de boel van had, nu aan die 2/3? Nou, hadden ze gezegd, dat is eigenlijk niet de vervuiling van het oppervlaktewater, maar dat is de taakstelling die we bij de landbouw neerleggen, want natuur kan niet verminderen. De lekkende riolen krijgen we niet gauw dicht. Rioolwaterzuiveringen die roepen wel dat ze 85% reduceren, maar dat doen ze niet. En weet je, bij de landbouw kunnen we knoppen draaien. Want mestbeleid aanscherpen. Dit was een rapportage aan Brussel hoe het mestbeleid in Nederland moest functioneren.
die werden boeren dus vernacheld. 4 kamermoties ingediend, gefinancierd door het Mestafonds. En het TBL werd teruggeroepen, moest het jaar erop addendum insturen in Brussel. En daar kwam die derde uit. Op basis van cijfers 2009. 2009 had je heel wat meer ruimte in het mestbeleid dan nu. En wij weten ook dat het op het ogenblik rond de 14-15% zit. Eigenlijk verwaarloosbaar. Nog eentje met de oppervlaktewater. Het fosfaat in het oppervlaktewater was veel te hoog en dat kwam door de veehouderij in Nederland. Nou, op de voor u linker ziet u prachtig mooi het kaartje waar de fosfaathalte in het oppervlaktewater te hoog zitten. En rechts ziet u waar de meeste veehouderij geconcentreerd zit. Dat is nou niet echt een causaal verband, zou ik zeggen. Sterker nog, ik zie rond de Haag, ja, ik weet wel dat de varkens wonen in de Haag en Amsterdam, maar dan zijn we die varkens op 2 poten, weet je wel. Dat noemen we grachtengordelpiggies. Die geven ook een hoop rommel. Maar waarom komt dat in het westen en in de kop van de provincies dat daar fosfaat zit? Dat noemen we fosfaatrijke kwel. Maar de boeren kregen in de taakstelling binnen de kaderrichtlijn water de opdracht om dat te verminderen. Mestbeleid moest aangedraaid worden. En wie is hier nou gek? Nou, dat kunt u zelf beantwoorden. Nou, waterschappen hadden aan de hand van al die cijfers, hè, van PBL en die prachtige mooie kwelcijfers, wat ze niet als kwel zagen, hadden ze een nieuw heffingenstelsel bedacht. CAB heette het hele gebeuren. En we hebben onderzoek laten doen door Geesje Rotgers, dat is iemand die we regelmatig inslagen voor onderzoek. Die zei, joh, dat deugt niet. Nou, we hebben dat onderzoek gepresenteerd op 6 maart. Toen zei de Unie van Waterschappen van, joh, nee, maar we willen dit nog niet invoeren, hoor. Maar het is maar een proefballon, het is een gedachtespinsel die we hebben. Maar ze hebben wel toen, op dat moment zelfs, tijdens de presentatie, hebben ze dat in Nieuwsport, hebben ze gezegd van, ja, nee, we schorten die introductie maar even op. En in oktober vorig jaar hebben ze gezegd van, ja, we moesten het maar niet doen, want het klopt toch niet helemaal. De extra heffing voor boeren op dat moment door heel Nederland zou bij elkaar opgeteld 70 miljoen zijn. 70 miljoen. Nou, dat hebben we wel mooi weten te voorkomen. Daar dus ben ik hartstikke blij mee dat we dat konden doen. Dit is een hele leuke, die heb ik afgelopen weekend gemaakt. Heb ik ook in de Leeuwarden Courant heeft daar een stukje van gestaan, stikstofbalans. We zaten vorige week als bestuur van Mestafonds bij elkaar in Drachten, in het kantoor van Akker en AVM. En ja, heel vaak hebben ze drieën zitten te praten, wat komt er nu de komende tijd op ons af? Nou, het stikstofbeleid komt op ons af natuurlijk. En we hadden ook net dat artikel gehad, de proefdruk gezien van dat blad wat uit gaat komen, waar heel veel staat over CO2-vastlegging en dat die CO2-vastlegging, die organische stofvastlegging, dat niet gerekend wordt. En toen maakte Lubbert van Dellen, nou, die kennen jullie ook wel, die woont hier niet zo heel wijd vandaan, heb ik begrepen. Die zei, ja, zei maar, hoe zit het nou eigenlijk met stikstof? Ik dacht, verrek, ja, dat hebben we Lubbert, daar hebben we eigenlijk nooit bij elkaar over nagedacht, nooit aan gerekend. Ik zei, nou, ik ga komend weekend gewoon eens even daar een beetje op zitten broeden. Nou ja, dat is dan wel een paar uur broeden, maar goed, dan krijg je ook een mooi kuiken, zeg dan maar. En toen kwamen we hierop. Namelijk, als je gewoon alle stikstof bij elkaar optelt in Nederland, zowel ammoniak als NOx, hè, NOx komt uit verbranding vandaan in de industrie, dan zie je dat de landbouw van de 218 miljoen kilogram stikstof die we in Nederland produceren, heeft de landbouw ongeveer 105. Dat is de hele landbouw, niet alleen de veehouderij, is de hele landbouw. De veehouderij heeft ongeveer 293 miljoen. Verhip. Dus dat betekent dat de veehouderij in Nederland pak een beet, of de landbouw in Nederland eigenlijk met elkaar ongeveer 46% van de stikstofemissie heeft in Nederland en de veehouderij 42%. Dat is iets minder dan de 70% die een of andere voormalige zuiveloperhoofd noemt. Thierry de Groot, die zegt 70%, die houdt ook die 70% vast, maar het is gewoon niet waar wat hij zegt, die man die jokt. Maar goed, dat deed hij bij de zuivel ook al, alleen toen had de zuivel dat nog niet door. En toen ben ik eens gaan kijken van ja, maar al die stikstof, wat slaat die dan neer in dit land? He, want iedereen heeft het idee, want die stikstof gaat de lucht in en dat valt allemaal in dat vennetje in Brabant en in dat bosje in Overijssel en op de Veluwe. Maar daar valt die stikstof neer, want dat is een natuurprobleem. Maar dat is natuurlijk niet waar. Want we hebben in Nederland een oppervlak. En die stikstof die verdeelt zich een beetje. En die zal wel, misschien op sommige plekken wat meer zijn. Maar wat hebben wij als Mestdag nou een beetje in de gaten gekregen het afgelopen jaar? Dat stikstof vanuit een veehouderij, vanuit een melkveehouderijbedrijf, een pluimveehouderijbedrijf. Of bij bemesting. Dat gaat inderdaad de lucht in. Maar dat slaat ook weer neer. En als je bij je eigen bedrijf kijkt om je gebouwen heen, dan zie je het eigenlijk zelf ook wel.
De eerste 50 meter gras bij de boerderij is over het algemeen wel wat groener als 500 meter verderop. Nou, dat is wel een indicatie. Nou, en hebben ze in Denemarken, Schotland, Zwitserland, maar ook in China hebben ze er heel veel onderzoek naar gedaan. Stikstof uit ammoniak, de meeste stikstof uit ammoniak slaat de eerste 150, 250 ongeveer een beetje neer. 70-80% slaat neer. En dan tot 500 meter is het nog een beetje meetbaar en daarna is niks meer meetbaar. Dan zal er nog wat in de lucht zitten, maar niet zoveel meer. Dus al die verhalen van het kabinet wat ze net gepresenteerd hebben, we gaan tot 2 of 5 kilometer afstand van natuurgebieden gaan we veehouderijbedrijven uitkopen. Dat is echt gewoon dom geleuter, zonder van de centen. Maar als je dat dus bij elkaar oprekent, dan denk je, oké, die stikstof uit die melkveehouderij, die valt dus dicht bij die melkveehouderijbedrijven neer. Nou, het is niet zo dat de meeste melkveehouderijbedrijven allemaal strak tegen het natuurgebied zitten, zeg maar eens 20%. Maar dat betekent dus dat de meeste stikstof van die melkveehouderijbedrijven op de boerengrond valt. Dat is leuk. Daar heb je wat aan, met een kunstverstrooi, dat is ook weer mooi. Dat is hartstikke goed. Dat is generatief, dat is kringlooplandbouw, kringloopstikstof, daar wordt Schout ook helemaal blij van. Maar er is ook nog NOx. Dat de lucht ingeblazen wordt vanuit vrachtwagens, schepen, vliegtuigen, noem maar op. Dat valt ook aan meneer. Dat valt ook in natuurgebieden, maar dat valt ook op landbouwgrond. Nou, als nu 54% van het oppervlak in Nederland landbouwgrond is, dan kan het niet anders, of dan moet hij ook de meeste stikstof ontvangen. Dat bestaat niet anders. Nou, dat is de rekensom die ik in de leerwater gezet heb. En ik heb uitgerekend dat de Nederlandse land- en tuinbouw ontvangt 26 miljoen kilogram meer stikstof op haar grond dan dat ze zelf aan emissie heeft. Ik moet zeggen, er zijn een heleboel wetenschappers niet blij van geworden. Ze kunnen het ook niet weer leggen, want dat is dan wat leuk, hè? De reactie met het RIVM gezien bij het stuk. Ja, we weten niet hoe het zit, maar we gaan het wel uitrekenen, maar hij zit fout met zijn cijfers. Ja, ja. Jan Willis Eresman zegt van ja, nee, maar 45% van de stikstof in natuurgebied is afkomstig van landbouw. Ja, dat is leuk dat je dat zegt, maar wat valt er eigenlijk op landbouwgrond, Jan Willem? Ja, dan kan je niet ontkennen dat het wel zou kunnen zijn dat landbouw meer ontvangt dan dat ze uitstoot. Maar in dat natuurgebied is dan wel een probleem. Hoe groot dat probleem is, weet hij niet, want dat berekent hij namelijk alleen maar, want hij heeft er nog nooit naar gemeten. Maar dat is wel bijzonder, wel bijzonder. Nou, dat is het werk, dat soort dingen doet Mesdag. Mesdag doet onderzoek, probeert in die zin de waarheid boven tafel te krijgen. En Mesdag doet heel vaak langdurige onderzoek. Hè. Dus bijvoorbeeld het onderzoek over stikstof, dat gaat 3 jaar lopen. Onderzoek naar waterkwaliteit zijn we 1,5 jaar mee bezig geweest. Het onderzoek wat we gedaan met paratuberculose heeft 4 jaar lang gelopen. Hè. Dus dat zijn meestal langdurige, kostbare onderzoeken. Waar je als je als bestuur één keer het besluit genomen hebt om zo'n onderzoek te doen, dan hoef je als bestuur eigenlijk, nou ja, misschien nog 2 keer op een jaar het over te hebben, maar voor de rest is het Mesdag voor ons niet zo spannend. Wel hartstikke leuk en je doet er wel echt heel veel dingen met impact organiseren. En wij kwamen als Mesdag eigenlijk steeds vaker tot de conclusie van, dan leggen we dingen op de plak, die dat hebben gezien. En dan leg je dat neer en dan zou LTO er wel mee moeten doen en de politiek zou er wel mee te doen en de vakbonden zouden er wat mee moeten doen. Maar dat gebeurde niet. En met waterkwaliteit hebben we voor het eerst zelf als Mesdagfonds gezegd, we gaan zelf naar de politiek toe. Heel plat, we hebben gewoon een public affairs bureau ingehuurd. Dat is zo'n club die zit in Den Haag, niet zo ver van de Binnenhof af. En gezegd van, joh, jullie lopen alle dagen in de Tweede Kamer. Kunnen we dit regelen met moties in de Tweede Kamer? Ja, zei de public affairs bureau, dat kan. Wat moet dat kosten? Nou, 2500 euro per motie. No Q, no pay. Nou, hup. Zonder dat er 4 moties komen, ze werden alle 4 aangenomen. Dus nou, hij tieren de rijken en wij tieren de armen. Wel 4 moties in de Tweede Kamer en het PBL van het verhaal, van het PBL-verhaal was onkracht. Maar we zien dus heel veel onzin over de land- en tuinbouw in media, op andere plekken. En daar is het Mesdag volgens niet voor geëquipeerd om er allemaal op te reageren. We hebben geen staf voor, zijn als club te klein voor. Nou, Lubbert is druk, Jan heeft zijn bedrijf, ik ben vrij druk met een hoop dingen. Dus we hebben gezegd, eigenlijk moet er een club komen die op al die onzin die er komt, gaat reageren. En als het moet, tot aan de rechter gaat om het recht te zetten. En dat is staf geworden. Dus het Mesdagfonds heeft ook bijgedragen aan het oprichten van de staf. En daar hebben we ook geld in gestopt van begin af aan. Van joh, dat moet van de grond afkomen. En nou, ik ben adviseur van staf en momenteel even directeur ad interim, maar dat hoop ik ook met een paar maanden niet meer te zijn. Er zit een heel leuk bestuur op. Jaap Haanstra, voormalig akkerbouwvoorzitter van LTO, is voorzitter van staf. Jaap Haanstra is ook 10 keer met de trekker naar Den Haag toe gereden. Daar ken ik Jaap ook van. Mede piraat actievoerder noemen we elkaar. Dus die heeft lef, die kan zijn poot erin zetten.
Die kent de politiek ook, dus die weet ook dat ja, je moet, er is een keer een moment dat je poot strak moet zetten, maar er zijn ook momenten dat je dat niet moet doen. Nou, daarnaast is Wim Kromwijk, agrarisch adviseur in de buurt van Nieuwbrugge, in het midden van het land. Iemand die ontzettend veel weet van regeltjes op ministeries, omdat hij heel lang op ministeries gewerkt heeft. En Leonie Boschapelle, dat is iemand die ook regelmatig columns schrijft in de boerderij. Boerin uit het Sallandse, een hele scherpe denkster. En die is tevens meteen hoofdkwaliteit van de Technische Universiteit Twente. Over het onderzoek wat daar allemaal plaatsvindt. Dus die heeft ook heel veel verstand van onderzoek. Nou, en wat doen we als staf? Wij doen onderzoek. Wij laten dingen checken. Er zijn inmiddels een stuk of 12 wetenschappers die werk doen voor staf. Dat wordt ook gewoon dan betaald van die wetenschappers. Er zijn Geesje Rotgers wordt betaald, zo ingehuurd. En we hebben een secretariaal medewerkster die is ingehuurd. Die beantwoordt de mails, de administratie, etc. En we proberen overheden en NGO's en media te traperen. Nou, we hoeven niet te traperen, maar zonder verlagen dragen. Op schaal van juistheden. Nou, waarom? Er wordt heel veel onzin over de veehouderij en landbouw in Nederland uitgestort. En er is niemand eigenlijk die het recht zet. Dat moet wel gebeuren. Nou, wie zijn we? Nou, ik heb aangegeven wie de mensen zijn die erbij betrokken zijn. De werkwijze is, je checkt iets en als je iets vaststelt en het zit niet goed, dan stuur je de partij die fout zit een brief. Een hele nette brief van, goh, we hebben dit geconstateerd, u zit fout, wilt u dat rectificeren? Willen ze dat niet, dan is het heel simpel. Dan stuur je nog een keer een herinnering van, goh, we hebben u toen aangeschreven, u heeft dat niet gedaan. We zouden toch graag hebben u rectificeerd. Doen ze dat dan nog niet, dan ga je naar de advocaat en zeg je, advocaat, stuur jij nog eens een keer een brief. Dan stuurt hij nog een keer een brief van, goh, heden de dagen is tot mij gekomen de stichtingstaf met die bevindingen. De vraag is of u wilt rectificeren, wilt u niet rectificeren. Dan zien we elkaar met het dagvaardig een kort geding. Heel vaak zie je mensen dan alleen al beginnen te bewegen. Dat vinden ze lastig. Want een brief van de staf, dat doet er niet zo toe. Maar een brief van de advocaat vinden ze al lastig. En als ze dan nog niet willen rectificeren, dan gaan de rechter toe. Dat is nog niet nodig geweest tot nu toe. Financiering van staf, ik heb al aangegeven. Het Mestafonds, dat heeft er in het begin een stukje in gedaan. Er zijn heel veel donateurs. Gewoon mensen die 25 of 50 euro per maand doen. Daar zijn we hartstikke blij mee. Een doneerknop op die site. Dus als je hem vindt, druk hem in en doe wat, zou ik zeggen. Er zijn ook gelukkig vanuit het bedrijfsleven bijdragen. En wij praten niet over onze donateurs. Dus dat hebben we met ze afgesproken. Behalve als ze het echt willen. En de meesten zeggen, ja, doe maar niet. Want dat vinden we ook niet handig. Want ze hebben ook allemaal een verhouding met de overheid, de meeste. Hè? Dus dan kunnen ze misschien door de minister of door de ambtenaar op aangesproken worden. Maar ja, ik moet zeggen dat het bedrijfsleven, dat draagt ons een warm hart toe. En een hoop mensen zullen zeggen, ja, dat is wel lastig, want jij schot vaak tegen LTO aan. En dat doet staf ook wel eens een keer en dat doen wat meer mensen. Dus het zal wel lastig wezen. Wij hebben ook een hele goede relatie met LTO. Want als wij dingen uitzoeken, dan leggen we dat bij LTO neer. En als het gaat over gewasbeschermingsmiddelen, hebben we ontzettend nauw samengewerkt met Jaap van Menen van de vakgroep Akkerbouw. En met Joris Baken, hè, die plantgezondheid in zijn portefeuille heeft. En hebben we richting Tweede Kamer met elkaar opgetrokken en dat heel goed laten lopen, zeg maar. En dat doen we met meer dossiers. Dus die samenwerking met LTO's en die zijn ook hartstikke goed. We hebben aangemeld gekregen tot nu toe 460 zaken die serieus zijn. En we hebben capaciteit gehad tot nu toe om 20 zaken op te pakken. En capaciteit is gewoon een kwestie van, kun je er geld op zetten? En je moet rekenen, de aanpak van een zaak, als je dat in uren en in, want we huren wetenschappers in om ons heen, zeg maar. Mensen die op universiteiten werken, of het nu in Rotterdam is, of in Eindhoven, of ook wel de WUR. En die moeten gewoon betaald worden. En je moet rekenen, een beetje aanpak van een vraagstuk kost al gauw 15.000, 20.000 euro. Nou, we hebben 20 zaken op kunnen pakken tot nu toe. Nou, ik noem er eens eentje. Vlees, dat is verschrikkelijk voor het klimaat. Zuivel ook. Daar sterven we vanuit als we dat blijven eten. Want het gaat klimaat. Want het wordt 10 graden warmer als we vlees blijven eten. Het PBL had vorig jaar herfst op zijn website staan. Als alle inwoners van de EU minder vlees en zuivel gaan eten en gaan halveren daarin, dan daalt de uitstoot van broeikasgassen met 25-40%. Nou, Marianne Thieme, gelukkig verlaat ze de Kamer. Die was meteen van hoi, hoi, hoi. Esther Ouwehand was meteen van hoi, hoi, hoi. Kijk eens hoe geweldig. NGO's meteen allemaal de barricade op. GroenLinks, Partij voor de Dieren, SP, Partij van de Arbeid, allemaal hartstikke trots. ChristenUnie hartstikke blij. Nou ja, het zit te groot nog veel blijer met D66. Daar komt het halverende veestapel ook vandaan. Hè? Maar ze zaten een beetje fout. Want ze hadden hun eigen studie niet goed bekeken.
Want wat was het? Het was geen 35 tot 40%, maar 2 tot 4%. En dat zochten we uit. Dat maakten wij hard richting PBL. We zeiden, joh, je moet rectificeren, anders komt dat niet goed bij jullie. Gaan we naar de rechter toe. Nou, dat maakten ze heel rap mee om dat aan te passen op hun website. Ze deden ook in één keer er niet bij plaatsen dat ze gerectificeerd hadden. Hè. Ze deden gewoon vlug omkatten. Ze zeiden, nou, we doen net als er niks gebeurd is. Ja, daar kwamen ze niet meer weg natuurlijk, want wij hadden natuurlijk een print screen gemaakt van hun website. Dus we zeiden, ja, hé, maar ik moet er netjes bij zitten. We zaten fout en daarom hebben we het gerectificeerd. Maar staat wat zij. Nou, dat hebben ze er ook bij gezet. Maar toen werd de pers wakker. Want de Telegraaf dacht van, hé, dat is leuk, PBL die zit fout. Nou, dan krijg je koppen als planbureau rommelt. Nou, dat is het planbureau wat de overheid helpt, die rommelen. Die zaten er maar een factor 10, 15 naast. Zitten ze met elektrische auto's volgens mij ook, en met klimaat ook, en nog een paar van die dingen. Jumbo, we vinden het niet leuk om naar klanten te stappen, maar want uiteindelijk is Jumbo een klant van de sector. Maar die zei ook één dag geen vlees, gelijk aan 1250 kilometer minder auto rijden. Op basis van dat PBL verhaal. Nou joh, hey, PBL staat fout, jij is ook fout. Rectificeren. Nou, en het was, je mocht, als je een kilo vlees niet eet, dan kun je ook nog een maand lang douchen. Vanwege het waterverbruik, helemaal fantastisch. Nou, Jumbo, die moest ook naar de pomp. Dat vond meneer van eerder niet leuk. Dus, maar goed, hij mag nu weer een paar kilometer verder met zijn vrachtwagen met de Dakar mee rijden. Maar in ieder geval, die moest ook rectificeren. Dat vonden ze echt niet leuk. Die zaten ook echt zoiets van, nou, wij gaan naar de rechter toe. En eigen jurist raden ze af, ik zou het toch een beetje doen, want ze konden ons gelijk hebben. Ja, dat is best wel sneu voor zo'n man op zo'n moment. Maar hij zat er echt in, ik als ondernemer, ik zit goed, ik zal jullie een lesje leren. Snottapen, wie denken jullie dat je bent? Nou, dan kwam hij achter. Staf. Provincie Zuid-Holland. Ik was daar voor een overleg. En ik loop langs de pisbak, om het zo maar te zeggen. En ik zie er een toiletdeur open slaan met een sticker erop. Ik denk, verhit, wat zullen we nou hebben? Nou, dat is het mooie van de mobieltjes tegenwoordig. Kun je foto maken. Maandje vegetarisch, 45 kub water bespaard. Maandje 45 kub water bespaard. Jongens, geweldig. Ja, dat is toch wel bijzonder. En dat bij het toilet, hè. Hoe vaak kun je hem doortrekken, zou ik zeggen, als je geen vlees hebt. Dat is nogal wat. Dus wij dat is aan het uitdokteren, hoe zit het nou echt? Hè? Want dat is die beroemde 15.000 liter water per kilogram vlees. En nou, dat was uitgezocht door iemand aan de Universiteit Twente. En die man is gebeld van, ja, maar hoe zit dat met het onderzoek? Doe dat onderzoek van jou eens. En zijn onderzoek klopt. Als je alle regenwater wat valt op het land voor de voerproductie en voor het grasland meetelt, dan klopt zijn onderzoek. Maar dat is geen leidingwater. Dat is niet verbruikt. Dat is gewoon regenwater. Maar dat tellen zij mee in het onderzoek, als zijn verbruikt water. Ja, 15 kub water, jullie weten wat een kub water kost, hè? 1,45 euro. Dan zou alleen aan water al die kilo vlees 15 euro kosten. En volgens mij gaat er ook nog een hapje voer in, een stal omheen, een boer die wil misschien ook nog betaald krijgen. Ja, in dit land niet, maar in sommige andere landen wel. Dus het fysiek kan die gewoon niet zo'n som. Dat is gewoon te belachelijk voor woorden. Nou, dat bij die onderzoeker neergelegd, ja, zei die onderzoeker, ja, dat is inderdaad wel een beetje bijzonder. Dus moest Zuid-Holland moest rectificeren. Dus die moest al die stickers van de wc-deuren af gaan trekken. Vonden ze niet leuk. Overigens, hij was opgeplakt door een dame die voor GroenLinks werkt. Dat is echt waar. Ze moesten openbaar rectificeren. We zeiden, ja, ho, alleen maar die stickers van de pisbak afhalen, dat helpt niet. Je gaat ook netjes even een artikeltje eraan wijden. Dat wilden ze niet. Nou, onder druk van de fractie voor het CDA Zuid-Holland. Een club waar het CDA iets goed deed, die deed dat rectificeren. Watermuseum, weer die 15.000 liter water, moest ook rectificeren. Het Watermuseum wordt betaald door de waterlijnbedrijven in Nederland. Vitens riep het ook. Het leuke bij Vitens is, dat kwam vorig jaar oktober, kwam er een dame te werk die was woordvoerder geweest voor de Partij van de Dieren. Een maand later, 15.000 liter water kostte een kilogram vlees op de website van Vitens. Je zou zeggen, er zou een verband tussen kunnen zitten dat die dame bij de Partij van Dieren gewerkt heeft en daarna naar Vitens toe kwam. Dat zat er natuurlijk ook wel. Dus die juf, door de mangel getrokken, gezegd van, hey juf, je zit fout, want het is ook regenwater, kan niet waar zijn. Dus niks minder leidingwater, niks minder douchen. Oh, ja, dat vonden ze ook niet leuk bij Vitens, kan ik u vertellen. En die woordvoerster is nu denk ik niet meer de hoofdwoordvoerster meer van Vitens. Dat is ook wel bijzonder. Die voeren ze dan ook meteen af. Schoolboekencontrole, misschien heeft u het wel meegekregen. We hebben in mei hebben we 210 schoolboeken gelezen met een man of 20 op een dag in Nijkerk. En voor het basisonderwijs alleen basisonderwijs. En wat je dan tegenkomt, je schrik je echt helemaal te barsten. Boeren begraven watergif in de grond en daardoor vervuilt de grond. Staat echt in een lesboek voor de basisschool niveau 5.
staat er echt in. Nou, we hebben een man of 20 dat gedaan. Dat doen we zelf ook al mee als bus, als betrokkenen bij staf, maar ook een hoop vrijwilligers. Bioboeren spuiten geen gif, zijn altijd gezond, producten zijn gezonder. Nou, dat is niet waar. Biologische akkerbouwers gebruiken wel gewasbeschermingsmiddelen. Sommige biologische gewasbeschermingsmiddelen hebben een grotere toxiciteit dan gangbare gewasbeschermingsmiddelen. Alleen dat willen ze niet weten, maar het is wel zo natuurlijk. Kippen in de kooi. Weet u hoe lang de kooi in Nederland verboden is? 20 jaar. Kistkalveren. Weet u hoe lang een kistkalver verboden is? Ook 20, 25 jaar. Intensieve veehouderij hebben heel veel dieren op een heel klein plekje. Ja, volgens mij zijn er in Nederland gewoon wetten en regels voor hoeveel dieren je mag houden. Dus het is allemaal niet zo bijzonder. Maar dan krijg je dat soort plaatjes allemaal van die, in die schoolboekjes. En vandaag op een middelbare school in Dronten werden de leerlingen gevraagd of ze de straat wilden gaan. En aan mensen wilden vragen of ze vegetarisch wilden. Of ze vegetarisch menu tot zich namen. Of ze een vegetariër zijn. En of ze hun naam en adres wilden opschrijven. En waarom? Nou, die mevrouw die voor de klas staat, die wilde graag adressen aanleveren aan de veganistenvereniging. Zo gek is het onderwijs in dit land. Gelukkig is LTO hiermee aan het werk gegaan. Hè. We hebben een heel zwartboek opgeleverd over al die schoolboeken. En LTO is daarmee aan het werk gegaan met een curriculum om dat allemaal recht te zetten. Daar is LTO nog wel een jaar of twee mee bezig. Want die schakelen niet zo heel snel in het onderwijs. Dit is de mooiste nog, vind ik. De bijen sterven uit. Dat gaat helemaal niet goed. En er komt een landbouwgif. En die neonicotinoïden, dat is helemaal een drama, die hebben dat veroorzaakt. Daar zijn we ingedoken, daar hebben we onderzoek naar gedaan. En wat blijkt? Die neonics, die zijn gekomen, pak een beet vanaf 95. En je ziet het gebruik op stijgen. Dat is een ramp voor de biodiversiteit in Nederland, een ramp voor de insecten in Nederland. Dan heb je een rode lijst van vlinders. Die is eigenlijk twee rode lijsten. En als je dan gaat kijken, wanneer zijn die vlinders nu voor het laatst gesignaleerd in dit land, ja, dan zijn de meeste van die vlinders, die zijn doodgegaan ver voor 1995. Eén soort is uitgestorven voor het laatst gezien in 1996. De afname vond op plaats sinds 1925. Oké. Dus die ene soort die zou misschien nog net genekt kunnen zijn door die neonics. Maar die andere in ieder geval niet. Bijen. Dan heb je twee rode lijsten, want ze hebben de rode lijst in 2018 bijgesteld. Toen hebben ze in één keer meer verdwenen rode soorten erop gezet. Dat is ook een beetje raar. Maar als je daarna gaat kijken, dan zie je dat de meeste soorten gewoon stomweg verdwenen zijn voor 1995. Dus die neonics kunnen nooit de oorzaak zijn geweest van die afname van die bijen. Toch is er een verbod ingesteld door het ministerie, want de minister had een onderbuikgevoel. Maar heel simpel, als je kijkt naar de sterkte van de bijen en de hommels in dit land, dan is het heel simpel. De meeste zijn ver verdwenen voor 1990. Dus die neonics, die zijn pas in 95 geïntroduceerd, die kunnen er niks geen invloed op uitgeoefend hebben. En dat willen ze op het ministerie niet horen, kan ik u vertellen. Het is wel zo dat je alle websites die je nu gaat zien van alle bijenclubs. Hè, Utrecht Universiteit, Wageningen Universiteit, er zit nog een universiteit in Delft die er wat van vindt. Die hebben hun website nu allemaal aangepast. Namelijk, het is niet zo dat de neonics de bijen vermoorden, maar het is nu één van de medeoorzaken. Ja, zo lussen er ook nog wel twee medeoorzaken. Nou, we hebben de Kamerleden het rapport gegeven, allemaal een bijenkorfje gegeven, bloemenzaad erbij. Dan kunnen ze ook nog wat aan biodiversiteit doen. Misschien kunnen ze met jullie zaaimachine inzaaien, dat zou op zich wel leuk zijn. Jaap Haanstra staat er keurig netjes met zijn handen gevouwen erbij als akkerbouwvoorzitter. Ik heb Jaap nog nooit zo braaf gezien. Ik heb nog drie sheets, dan ben ik er doorheen. Het PBL heeft onlangs over gewasbeschermingsmiddelen wat gezegd in oppervlaktewater, dat niet goed is. Hoe komt dat? Zij hebben van de 500 nog wat meetpunten er 63 uitgehaald en gezegd het is fout. Maar als je over alle 500 gaat kijken, dan zit het goed. Maar als je 63 beroerte eruit haalt, ja zwaar, dan zit je gemiddeld niet goed. En daar gaan we naar de rechter toe. Hier zijn we zover dat we zeggen, we zijn het zat. PBL heeft van de week de laatste brief gekregen. Krijgt volgende week een brief van een advocaat en daarna gaan we naar de rechter toe. Want dit zullen ze recht gaan zetten. Dit zal niet blijven bestaan. Nou, dat zijn de dingen die Stichting Agritech doet. Dit is de laatste brief die aan PBL gestuurd hebben. Eén vandaag, voordat je een omroep tot rectificeren krijgt. Eén vandaag riep 62, 63% van de veehouderijbedrijven dierverwaarlozing.
Naar aanleiding van een rapport van de NVWA. Wat bleek, de NVWA had 330 bedrijven die ze altijd als zorgpuntje hebben bezocht. En daarop was 63% van de bedrijven niet in orde. Maar dat waren al bedrijven die altijd in de picture zijn. Dus wij aangeschreven van, gij zult rectificeren. Het duurde even, het was even trekken en zuigen. En er moest even een advocaat aan te pas komen. Maar ze gingen wel. Ze gingen wel, maar ze zaten fout. Nou, het is eigenlijk hetgeen wat wij willen bereiken als Mensdag en Staf. Namelijk, meten is weten. Deze stond op het Malieveld. Ik weet niet wie hem neergezet heeft, maar ik ben er hartstikke blij mee. Want dat is de kern van het bestaan, ook voor boeren. Als je wat wil, dan moet je meten en weten. Nou, dat is volgens mij ook hetgeen wat Theo al tijden roept. Hij is ook een van de weinigen in dit land die nog weet dat je een profielkuil moet graven om te zien hoe het met de bodem gaat. Er zijn ook veel mensen niet gegeven in die wetenschap. En hij kan ook nog zien wat het betekent in die profielkuil dat ernaast staat. Dat is nog veel minder mensen gegeven. Dit zijn de dingen die wij doen als Mensdagfonds en Staf. En Mensdagfonds, nogmaals, is uw geld. U mag beoordelen of dat goed besteed is. Dank u wel voor uw aandacht. U vertelt u net van, het heeft niet veel zin. Nee, dat heb ik niet gezegd. Ik zeg niet dat het geen zin heeft, dat is iets anders. Ik zeg, jullie krijgen zoveel shit over je heen, dat je moet heel sterk in je schoenen staan weer een boer willen blijven in dit land op het ogenblik. Is het de moeite waard om boer te blijven? Ja, volgens mij wel. Is het de moeite waard om te knokken? Ja, volgens mij wel. Wordt er een knok? Ja, er zijn mensen die voor je knokken. Maar knok ook zelf vooral. Dat is eigenlijk mijn boodschap. Want er zijn mensen die knokken, maar als die mensen die knokken. En ik kijk even naar Bart Kempen, die jongens van Mark van Hoeven en zo, die zichzelf nu op dit moment weer de bast aan het sjouwen zijn om te kijken, wat moeten wij hiermee? Die hebben support nodig. Ja. Ja. Maar als je als boer tegen een grote investering aan zit, hè, een milieu-investering, en je weet eigenlijk dat dat eigenlijk heel weinig uithaalt, hè, dat bevestigt u ook, hè, dan ja, ik vind het best wel moeilijk. Maar dat is het ook. Ik ben maar heel eerlijk. Als je op toog moet tegen een hele grote investering aanstaat, tegen een uitbreiding aanstaat, dan heb je volgens mij de meest onzekere tijd die de afgelopen 50 jaar er in landbouw is geweest. Ik kan mezelf, en ik bedoel, nou, ik ben vanaf mijn 15 en 16 bij het melkveebedrijf thuis betrokken geweest. Ik heb in al die jaren geen één jaar meegemaakt. Ook de droge zomer 76 niet en alle andere shit die we meegemaakt hebben. Quotum invoering, quotum weg. Ik heb nog nooit een tijd meegemaakt die zoveel onzekerheid gaf als nu. Ik heb het niet meegemaakt, echt niet. En dus ik kan me heel goed voorstellen dat je op het ogenblik, als je voor een grote investering staat, dat je, nou, dan moet je alles wel donders goed krijgen en wil de stap maken. Ik weet ook dat de meeste mensen die een stap maken, die komen een stap verder. En van degenen die een stap gezet hebben, zijn er bij heel weinigen die een foute stap gezet hebben. Ze zijn er, het gebeurt. Op een verkeerd moment. Hè. We zien dat bij de invoering van de staatrechten. Die mensen hebben geen verkeerde stap gezet, die ondernemers hebben geen verkeerde stap gezet. Het is gewoon uitermate klote slecht beleid ingevoerd. En degene die daar verantwoordelijk voor zijn, die moeten zich kapot schamen. Of het nu zuivelbestuurders zijn, LTO-bestuurders zijn van die tijd, of de politiek. Ik vind dat ze toen de melkveehouderij in Nederland een molen tegen mijn nek gehaald hebben. Hartstikke fout. Beleidsmatig iets om voor te schamen. Ja. Ja. Er was nog een vraag achter in de zaal, volgens mij. Ook hierin. Pak ik hier deze vraag in. Ja, even over het Ribbensjoerd ook. Het verhaal even over die stikstof. Theo is een beetje beroemd geworden in Friesland omdat hij van die mest toevoegmiddelen laat gebruiken door die boeren. En daarmee stinkt die mest minder. Dus komt er ook in ieder geval minder giftige mest. Het is wel even voor de veiligheid al beter. En Theo zou graag willen, denk ik, en dan spreek ik een beetje ook namens allerlei boeren, zo van als we nou die emissiearme stallen nou eens niet hadden gebouwd en we waren meteen begonnen met de mest te behandelen. Kent u dat verhaal en is er niet heel veel geld onnodig weggegooid dat er dus emissiearme stallen zijn gebouwd met dichte vloeren, dat er soms zelfs gaten aan de buitenkant worden geboord dat de giftige gassen naar buiten kunnen omdat ze via de roosters niet naar boven kunnen komen. Dus dat daar zit ook een groot misverstand in het verkeerd stikstofbeleid. Kunt u daar iets op zeggen?
Ja, nou ja, goed. Emissie aan de vloer 1. Ik ben het met je eens dat als je aan mest gaat sleutelen met hetzij toevoegen, bijvoorbeeld beluchten, kan ook een heel positief effect hebben. Dat kost minder en doet meer. Emissiearme vloeren, dat is een geweldig verdienmodel. Dat is echt een fantastisch verdienmodel. Voor de betonboer en voor Wageningen, want Wageningen moet al die vloeren namelijk goedkeuren. En die hebben één meetmethode. Er zijn heel veel andere meetmethodes in de wereld. Alleen die van Wageningen mag toegepast worden. En alleen toegepast worden door Wageningen. En dus is een emissiearme vloer een geweldig verdienmodel van Wageningen. Oh ja, en Wageningen adviseert het ministerie ook over welke meetmethode toegepast moet worden om zo'n vloer goed te keuren. Nou, dat is niet WC Eend zegt WC Eend is goed, maar het is de WC Eend fabriek en de WC Eend aandeelhouder en de WC Eend bedenker die allemaal vinden dat WC Eend goed is. En zo werkt het in dit land. In het Rusland van Poetin gaat het transparanter. Kan ik u vertellen. Nog één vraag. Ik heb een korte vraag en even een overdenking. Mijn eerste vraag is de financiering van de waterschappen en de komende heffing, die gelukkig nu eerst niet doorgegaan, die zal denk ik wel weer op ons bord komen, want hij werd vooral ingevoerd om de waterschappen de begroting sluitend te krijgen, is mijn idee. Dus hoe denkt u erover hoe we dat straks weer op ons bord krijgen? En de tweede vraag is, opmerking is eigenlijk van, alle natuurbeleid wat er nu gevoerd wordt door de politiek al jarenlang, sinds de jaren 90, is in mijn beleving veel meer een vehikel geworden van bankaire wezen om als smeermiddel te dienen, zeg maar, in de hele grondpolitiek. Om als je geen natuurgebied hebt, heb je geen probleem van vervuiling op dat natuurgebied. Dus hoef je boeren niet weg te pesten met allemaal vervelende regeltjes. En ik denk van dat je, als je dat in oogschouw houdt, dat je dus rekening moet houden dat we nog lang niet klaar zijn. Want er is nog een enorme grondhonger. Het nieuwe beleid, 100.000 hectare bos, klimaatbos noemen we dat tegenwoordig, veen. De grootste plannen van VNO en COW om van Nederland een megastad te maken met 30 miljoen mensen. Het zijn serieuze plannen die daar beleidsmakers mee bezig zijn. En ik denk dat we daar nog wel heel goed over na moeten denken hoe we daar ons tegen gaan verzetten. Ja, nou goed, ik begin maar even met je laatste. Klaas de Jongkijker, we hebben het met elkaar de afgelopen tijd vaak over gehad. Het is ook niet voor niks dat EWR de stap heeft genomen bijvoorbeeld om naar Ierland toe te gaan. Omdat je ziet dat in Nederland er ontzettend veel druk op die melkveilderij begint te komen. En ja, je hebt gelijk, er liggen enorme claims, 100.000 hectare bos. Hè, terwijl gras meer CO2 vastlegt dan een hectare bos. Of 350 ton per hectare meer CO2 in een hectare gras dan een hectare bos. Maar ja goed, dat is een keuze die politici gemaakt hebben. En wat je ziet is dat politici heel vaak keuzes maken die op korte termijn, op kortzichtigheid en gewoon op onvoldoende kennis van zaken berusten. Kijk, als er in Nederland meer natuur komt, waarom hebben wij in Nederland zo'n ontzettend groot probleem met het afschieten van de pas? Nou, omdat we 166 natuurgebiedjes hebben. Dus ongeveer alles wat een klein beetje wat te doen hebt in Nederland, zit tegen zo'n postzegeltje natuur aan. En dus kan er niks. Als je die er 50 had gehad, ja, weet je, dan had je 116 minder problemen gehad in dit land. Maar daar heeft men toen bij het vaststellen van die natuurgebieden nooit naar gekeken, nooit rekening mee gehouden. Dus men denkt ongeveer niet verder dat de neus lang is of nou ja goed, bij de Haagse heren de pik lang is. En die is vaak kort bij die mannetje, kan ik je vertellen. Want heel simpel, als je lang vooruit kijkt, als je 10, 15 jaar vooruit kijkt, dan doe je zoiets niet. Maar politici werken op een termijn van 4 jaar. Want die 4 jaar leven zij, proberen ze te overleven. Dat is ook nog eens een keer een kunst in de politiek. En weet je wat erna komt? Dat zien we dan maar weer. Want er zijn er weer verkiezingen. En dan het laatste jaar voor de verkiezingen maken we een pretbegroting. Hè, dat doet Rutte nu ook. Maar is dan een pretbegroting. Bij de volgende begroting is nog veel meer pret. En dan worden we weer gekozen. Dan krijgen we de premierwinst in de verkiezingen. Maar het is gewoon bullshit. Op lange termijn helpen ze de landbouw in dit land gewoon naar de verrekkenis. Dat is hartstikke fout. Er gaan wel mensen dat inzien. De bevolking ziet het in, die heb je gezien van de week. 90% dik steun voor de boeren.
In de politiek, ik zag Gert-Jan Segers na gaan denken. Ik denk, hé, verrek, dat heb je helemaal niet gedaan. Ik zag Dijkhoff van de VVD roepen van, nou, misschien moeten we toch even wat minder hard en niet al te rigoureuze maatregelen treffen. Nou, die heeft hij ook zijn best wel voor gedaan. Want D66 wil niet, ja, een beetje lastig. Dus ja, dat ben ik, die eerste ben ik even kwijt. Dat was even. Waterschappenbegroting, prachtig, ja. Volgens mij komen waterschappen niet gauw tekort. En dan zou ik maar eens kijken naar de vermogens die waterschappen hebben. En er is ook misschien zo'n waterschapbank in dit land. Die is van waterschappen. Dat is een van de vermogendste banken in dit land. Maar die is van die waterschappen. Dus er zit gewoon geld in wat ze keurig netjes beleggen door uit te zetten in allerlei projecten. Met name van woningbouwcoöperaties, onze hele financieringen. Goed renderende bank is dat. Dus waterschappen hebben geld. Weet je, geld is, ze hebben wel geld, maar ze hebben veel meer mooie plannen dan dat ze geld hebben. En dat is lastig. Als je, iedere 4 jaar komt er nieuwe waterschappenbestuur. Ik heb al gezegd, die waterschappen moeten ze per direct opheffen en onderbrengen bij de provincies. Want provinciaal bestuur is veel minder hyperig, veel minder aan de waan van de dag onderhevig, als nu die waterschappen met die partijen voor natuur en water erin. Want dat is natuurlijk gewoon de doodsteek voor de waterschappen. Want die partijen Natuur en Water, die heeft allerlei hartstikke mooie plannetjes. Natuurvriendelijke oevers, die milieutechnisch gewoon hartstikke beroerd zijn, maar moeten natuurvriendelijke oevers hebben. We willen overal vissentrappen hebben en otter oversteken en weet ik het al niet wat. En hoe gaan we dat financieren? Ha, daar zitten ze. Daar zitten ze. Jullie gaan het financieren. En wij gaan het financieren. Want je gaat er niet denken, zeker dat Miep Driehoogacht dat nog wel lopen financieren, want die stemt op de Water Natuurlijke Partij. Weet je trouwens hoe Water Natuurlijk tot stand is gekomen? Hoe die is opgezet? We hebben 5 ambtenaren van het ministerie van Vrom, 5 topambtenaren van het ministerie van Vrom, hebben miljoenen subsidie gehad om die partij op te zetten. Dus net zoals de Partij van Dieren en andere groene clubs geld krijgen van de postcode loterij. En dan zegt iedereen van ja, we hebben een postcode loterij gehad. Niemand denkt na dat die postcode loterij een loterijvergunning heeft van de staat. En als de staat verstandig was, dan zouden ze daar voorwaarden aan verbinden. Gij zult geen politieke substantieve activiteiten ondernemen. Wakker Dier in Amsterdam krijgt 1,4 miljoen van die postcode loterij. Heeft 18 man zitten om de veehouderij zwart te maken continu. Gezien de tijd, Kees. Ik denk dat het goed is dat we de boel even verdelen, dat we nu gaan pauze houden, want je kunt wel doorgaan, denk ik. Jawel. Maar we hebben ook nog een heel interessante andere spreker. En Joost, neem jij het even op? Ja, heel kort maar krachtig. Tijd voor pauze. Ik zat er te denken, ik weet niet hoe de politieke verdeeldheid in deze zaal is. Misschien dat mensen in de zaal zitten met verschillende gevoelens. Ik denk dat de heer Vogelaar vanavond nog wel aanwezig is. Mochten er nog puntjes, gevoelige puntjes zijn, dan kunnen die misschien nog gedeeld worden. Maar nu kort pauze, snel een bakje koffie pakken en dan binnen 10 minuutjes weer terug op de stoel. Dan gaan we door.